Beste collega's van de Staten-Generaal, de bereikbaarheid van de Noordkop en van Texel, dat is echt van groot belang. Voor de inwoners hier, maar ook voor iedereen in het land die er heel graag op vakantie komt. Dus laten we dat dan doen met z'n allen. Kamerlid Gijs van Dijk woont op Texel en is onze meest noordelijke parlementariër. Vanuit de regio wordt hij vaak aangesproken over problemen en eentje springt eruit. Nou, wat in de Noordkop en voor Texel geldt, is dat de weg naar Den Helder eigenlijk al jarenlang een doorn in het oog is. We zien dat de vakantiedruk en het toerisme op Texel aan het groeien is. En dat zien we ook rondom Den Helder. Maar dan moet je wel goed kunnen komen. En op dit moment zien we toch, zeker rondom de weekenden en de vakanties, veel files, opstoppingen. Waar je als je er woont ook veel last van hebt. Want natuurlijk is het niet erg om eens een keer in de file naar je vakantieadres te staan. Maar als je gewoon vanuit Alkmaar komt, dan wil je gelijk een huis. En dan wil je dat je niet eindeloos in die files terechtkomt. De grote vraag is of Den Haag de Noordkop wel goed weet te liggen. De focus ligt vaak ergens anders. En als ik in politiek Den Haag rondloop, en dat doe ik iedere week, dan hoor je toch heel veel discussies waar wordt gesproken vanuit een perspectief vanuit de Randstad. Want natuurlijk zijn daar ook heel veel problemen en moeten er daar dingen gebeuren. Het buitengebied is niet de Randstad en andersom. En dat vind ik dat in de Kamer meer mag. En dat is de rol denk ik van alle Kamerleden die meer van buiten de Randstad komen. Om dat perspectief en de belangen van hier ook naar de Kamer te brengen. De boodschap vanaf Texel en uit de Noordkop is duidelijk. Den Haag, doe wat aan de bereikbaarheid. Dus het gaat over de wegen. Dus gaat het ook over geld reserveren om die wegen te verbeteren. En dan gaat het ook over het OV. Dat ene spoortje naar Den Helder, waar toch vaak de trein vertraagd is en uitvalt. Dat is gewoon in het dagelijks leven van mensen een doorn in het oog en gewoon belangrijk. Dus dat moeten we oplossen.